Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog van mij hier op het Zultrex. De enige echte en kijk is. Heb je Randy en Rosie? Randy en Rosie. Ik ben al met ze op de foto geweest, de eerste dag. Ben ik met ze op de foto geweest. Maar het is een beetje. Ja, het is een beetje slecht weer. Het giet. Het stortregent hier in Slagharen. Het is echt verschrikkelijk weer. Het is echt verschrikkelijk weer. En ja. Het zal wel een hele korte vlog worden als het zo blijft regenen. Hè, Sas? Het is stortregend. Het is stortregenen. Kijk, de kabelbaan is wel open. De reuzenrad is dicht. Maar ja, wie gaat er nou ook in het reuzenrad zitten met deze? Met dit weer, het is echt verschrikkelijk weer, zeg. Naar de observatietoren. Uitkijktoren, daar zijn we gisteren in geweest. En dan hier de Main Street. Nou, ik denk dat vandaag het enige druk is. Dat is de monorail zal wel druk wezen. En hoe heet dat daar nou? De homorail. Ja, de homorail. En de World West Adventure zal wel druk wezen. Ja, snoepwinkel hebben het ook druk. Snoepwinkel het ook druk. Oh, nou, Jan gaat even snoep halen. Toch niet? Ga je nog even snoep halen, Jan? Nee. Heb ik geen trekken snoep? Ik heb mijn eigen zuurstok bij. Oh, hij heeft zijn eigen zuurstok bij hem. Maar hoe heet dat? Jullie zijn wel diehards, hè? Loop ik dan hier met mijn paraplu? Ja, dat bedoel ik. Ja, ik hou niet van nat worden. Nat worden doe je toch wel? Nee, daar hou ik niet van. Ik hou niet van nat worden. Kan je trouwens lekkere broodjes Subway? Dat is wel hoor. Ja, van nat worden. Jullie hebben al broodjes gegeten, hè, Subway? Ja, dat was lekker. Dat was lekker. Was alleen een beetje veel, hè? Een beetje erg veel. Hey, kennen ze niet meer aan, hè? Oh, je reuzenrad. Ah, het is echt verschrikkelijk. Oh, de El Teatro. El Teatro, die zal ook wel druk wezen. Er staan aardig wat mensen. Ah, het is echt wel een godcholera weer, is dat zeg. Je zal maar één dag hier vandaag uitgekozen hebben en dat je exact op deze dag gaat. Neem je roldag. Hey, roldag hoor. Zo. En zeker voor mij is het toch wel even dik 200 kilometer rijden, zo. Mijn lens is ook helemaal psyched. 300 kilometer. Ja, voor jou 300 kilometer. Maar ja, voor mij is het 200 kilometer rijden. Je zal maar uitgerekend vandaag een dag uitgekozen hebben dat je één dag naar Slagharen gaat. Nou, fantastisch. Moet je geen donut hebben? Nee. En donut. Ja, het is allemaal met die QR-codes. Hè. Tegenwoordig moet je een QR-code hebben, anders kom je niet binnen. Nou, bij mij doet hij dat niet. Dus ik loop er even niet naar binnen. Ik heb wel hier de souvenirswinkeltjes in. Dan kunnen we wel. Oh, kijk nou. Die is wel heel leuk. De hele grote Randy en Rosie. Die zal wel ontzettend duur wezen. Die zal duur wezen, zeg. Wel leuk. Dus nou. Ja, lekker verregend dagje vandaag. Nou, hier verderop hebben we ergens die kentekenplaten laten maken. Ik heb er nou weer een nieuwe kentekenplaat laten maken. Ja! Ga je daarin? Dus nou, we gaan eventjes naar binnen. We gaan even een winkeltje in. Is hier voor drogen. Kijk daar verderop. De Gold Rush. Hey Jan! Hey. Ik voel me wel in mijn eentje zo. Oh, daar heb ik ook. Kijk, zelfs hun hebben een paraplu. Zelfs hun hebben een paraplu. Maar het regent. Want ik heb me laten vertellen dat het ooit weer door gaat worden. Nou, we moeten even een rondje Goldrush doen. Ja, in de regen. Een rondje in de regen. Nou, hier, ja. Aqua Mexicana. Uit Antwerpen, toch? Ja, precies. De Goldrush. De
Cold Rush. Nou, ik ben even benieuwd. Er gaan wel mensen in, dus volgens mij is het wel gewoon open, maar het zijn er in ieder geval niet veel. Dus mocht je een snel rondje Cold Rush willen doen, dan is nou eigenlijk je mogelijkheid, want het is nou echt niet, het is niet druk. Maar ja, dat heeft ook alles met weer te maken, maar even kijken of dat hij nog gaat draaien vandaag. Gaat hij nog draaien? Gaat hij niet draaien? Achter de Eagle. Even kijken of dat hij draait, Sas, maar ik denk het niet. Ik denk niet dat hij draait. Ik wil een kabelbaan gaan. Ja, dat kan je wel nou doen. Dat kan je wel doen. Wou je nog even een rondje World West Adventure doen? Oh, hier heb je trouwens ook foto's. Ja, maar dan kan je beter eerst de World West Adventure doen. En dan pas weer terug met de kabelbaan, anders moet je weer terug. Laten we nou eens daar gaan kijken, wat daar nou op staat. Even kijken of dat hij doet, hè. Doet hij nog? Ja, daar gaat hij. Verdomme zeg. Daar gaat hij. Ja, dat was de Gold Rush, hè, jongens. Lekker weer, hè. Oh, dan gaat hij daar nog eventjes, een stukje omhoog. En gaat hij terug de zon in en is dat weer klaar. Nou, we gaan nog even met de kabelbaan mee, maar we gaan eerst eventjes naar de World West Avenger. Want anders moet ik dat hele stuk weer terug. Dus gaan we eerst dat doen. Maar hier dus de Gold Rush. En hier de Kids Country. En hier de Rollercoaster Tycoon 3. Het Rollercoaster Tycoon 3 reuzenradje. Zo. Zo, doet hij nog. Hij wel de sput erin. Kijk daar de Gold Rush. Ja, dat was voor mij ook nieuw. Of dat nou te maken. Leuk. Ik merkte net, waar zaten we nou in? Daar zitten we normaal ook in. En toen dacht ik ook even van... Zo, hij gaat wel snel zeg, hé. Ja, ik heb er echt last van. Zo, hij gaat echt snel. Ik heb er echt last van. Nog eventjes wat tempo erbij en je hebt nog wel airtime ook hier in dat ding. Tjee, we gaan het heel hard zeg. Ik heb er nooit geen last van. Ja, ik heb er echt last van hoor. En op standje 20 staan. Ik weet niet, maar voor mij heeft hij er net nieuwe batterijen in gedaan. Dat ding gaat zo verschrikkelijk hard. Duracell. Zo! Hij is een Duracell gevonden. Oh, kijk, wat een mooi beeld van de Gold Rush zo. Oh, nou, dat gaat nou weer niet. Moet ik aan die kant, gaan staan? Kijk. Ja, die kant. Hier heb je een mooi beeld van de Gold Rush. Kijk eens. Oh. Dat is niet beter, maar aan de andere kant. Ik heb er echt wat van. Ja, dat vind ik ook niet zo gek ook. Dat dingen gaan me hard zeggen. Ja, gaat beter. Zo, kijk hoe groen die is. Nou, hier. Hier ook. Ja, dat is degene die ik bedoelde. Oh nee, dat was mijn Joost gisteren waar ik het over had. Joost. Ik zei, er staat een hele oude kermisattractie staat erin. Dat is echt een oude kermisattractie. Ja, een hele oude. Die heeft vroeger altijd op kermissen gestaan, zo'n ding. Maar dat is juist mooi juist. Dus hij is mooi juist. Ik hou. Ik vind het helemaal niet erg als het als er wat oude kermisattracties staan. Dat vind ik alleen maar leuk. Ik vind het alleen maar leuk zo'n van die attracties erin. Ja, het is gesloten. Kijk, het is onderhoud. Oh jeetje. Wat gebeurt er nou? Oh, dat ding, dat zit niet goed. Nou, ik ga hem wat... Oké, daar gaat de Gold Rush. Ik ga hem uitzetten, want mijn camera die heeft een beetje problemen. Dat klepje er blijft hangen en zo. Dus ik weet niet wat ik gefilmd heb, maar goed.
Eerbied aan Piet Piraat. Piet Piraat. Piet Piraat, hoi, hoi, hoi. En hier de Weltwest Avenger. Nou, de volgende attractie, Weltwest Avenger. Zijn we gisteren ook in geweest. We gaan dadelijk even kijken of dat bouwlampen er nog gaan aanstaan. Hè? Dus, ja, wel leuk. Zelfstandig toegang vanaf 1,30 meter. Kijk, het staat op dat je niet mag filmen. Ik heb gisteren gewoon gefilmd. Let op, pay attention. Ta-d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 a-
kijk, heb je hem de haaien hem, de haaien hem. De haaien. Is de frikandelletje. Met mayo. Nee. Ja. Dat was, nou, daar gaan we dan, hè, met de kabelbaan mee, gezellig. Hè. Hey, hier de kotrus. Oh, weet jij nog dat wij daar zo opgestopt zijn bij... bij dat ding voor die dat we met zo'n koets mee geweest zijn? Nou, wat alleen dan. Nou, dat was leuk juist, man. Ja, ik vond het wel leuk. Alleen toen we erin gingen, toen was het niet zo leuk. Nee, dat niet. Ja. Toen zijn we nog in zo'n koets geweest, ja, de Eagle. Dat was een winterslagharen, hè? Dat is nu nog... Ja, dat is de winterslagharen, dat klopt. Ik weet ook niet of het nu komt met die corona. Zo, kijk, die staan er gewoon in, hoor. Nou, ze zijn nu stil. Op de raad-ie. Ja, het scheelt me wel een heel stuk lopen. Ik weet dat ik vlak bij het huis zie. Nee, wist je dan niet, joh, dat ding weer bij het park hoorde in plaats van bij Aqua Mexicana? Ja. Nou, dat is. Nou, eerst was die los bij het park. Toen kwam Aqua Mexicana. Toen hoorde die bij Aqua Mexicana. Hoorde die. Nou, dat was geen succes, want die stond alleen maar stil, stond die eigenlijk. En nu hebben ze hem gewoon weer terug bij het park, hebben ze hem nou weer gedaan. Want bij het park... Ik vind het altijd wel mooi zo. Dan heb je een heel overzicht over, over de Main Street, hè? Van bovenaf. Dat is wel gaaf. Met die Jan te zitten. Ik denk, nou, die moet wel iemand mee hebben vanwege zijn hoogtevrees, maar... Nee, ik ga... Want dan weet hij juist op wat voor kant kijkt. Ik zit nooit aan deze kant, dus nou mag ik ook een keer aan deze kant zitten. Oh. Jij zit normaal altijd aan de kant waar ik zit. Ja. Nou, nou mag je een keer deze kant op zitten. Dan heb je er wel last van. Oh, dan heb je er wel last van. Zo niet. Gek, hè? Hij weet precies hoe hij moet gaan zitten. Ja, maar dit is een goede hand. En die kan hij vasthouden. Dan heb je stevig. Ja, dan heb je een beetje steun eraan. Deze is niet zo. Niet zo vast dinges. Nee. Oh, hoi! Abonneer even, It's Ultrex. Daar moeten we even een beetje reclame maken. Schaamteloze zelfpromotie. Dat zeg ik altijd. Nou, weet je hoeveel abonnees je daarmee binnenhaalt? Op de kermis ook, hè? Komen elke keer komen de mensen. Dan zeg ik, nou, abonneer even. Dan doen ze het nog ook. Nou, heb ik weer 1010, hè, momenteel, hè? 1000 abonnees al gehaald. Genau.
dit jaar. Oh, woensdag, hè? 5 jaar mijn knauw. Jee! Yeah. Nou, ja, 5 jaar. Jeetje, zeg hé. Gezellig, hè, die lampjes? Toen was ik ook... Heb je een lampionnetje? Ja, de eerste weken, toen was ik ook in Slagharen. Toen ik begon. Voor mij was dat mijn eerste pretpark vlog. Nee, dat was de Efteling. Ja, de tweede dan. De tweede was ook Slagharen. Kijk, die staat ook leeg. Die staat ook weer stil. Maar ja, het is niet zo druk, want ja, wie gaat er nou naar een attractiepark toe met dit weer? Wij. Ja, maar nee, wij waren er al. Wij waren er al. Dus ja. Daarboven in het reuzenrad. Heb je toch dat liedje van, hè? Daarboven in het reuzenrad. Nou, het is een beetje druk. Het is hier wel een beetje druk. Die man stapt ook wel. Nou, stap even over, zegt even tegen die man. Hé, maar deze hebben ze wel mooi geschilderd, hoor. Deze hebben ze wel mooi geschilderd opnieuw. Een nieuw kleurtje. Maar volgens mij was die niet dat lichtbruine vroeger. Volgens mij had hij een ander kleurtje. Oh, hij is groen. Oh, hij heeft nog meer kleuren, joh. Grijs, groen, rood, oranje en blauw. Nou, ik vind de blauw niet zo mooi. Even, je moet stil wezen. Hoezo? Nou, dat is het hoogste punt. En dan moet je even niks tegen zeggen. Oh, ja, nou. Nou, hier de... hoe heet dat? Hoepla hop. Ik ben al trots op hem dat hij doet. Nou, ik vind het al heel wat dat hij alleen gaat erin. Ik denk, nou, ik zal wel mee motten met hem, want hij zal wel niet alleen erin gaan. Want hij heeft hoogtevrees. Hey, kijk, maar ik denk, ja, hier, yes, die, oh, heb ik gisteren, die heb ik gisteren op. Die zijn lekkerder dan in de Efteling. Oh, hier, kijk, daar heb je... Abonneren. Like en subscribe. Kijk hier mensen na. Ik wil altijd voor iets overtreffen. Ja, dat er wel de enige. Nou, dan moeten we nog wel bijzetten. De enige echte. De enige echte? De enige echte, hè. Ik heb een reclame te maken voor mijn broer. Ja, we moeten nog even wat abonnees erbij hebben. Dus ik daar op de 2K. Ja, ik ook. Ik ga zo. Ik denk dat dit wel het laatste ritje is en dan ga ik weer terug. En naar het huis zien, ga ik even opwarmen, want ik vind het top. Ik bedoel, echt kersteenkoud, zeg. Leuk, hè, dat ik nou een foto voor de operatie na. Hier, ja, oh, hier moet ik ook nog een foto maken. Maar dan wacht ik wel even op een andere dag, zie ik het even, als het droog is. Want het is nou een beetje nat, ik ga nou geen foto maken. Oh, daar de ripstal vols. Oh, daar ben ik nog niet geweest vandaag, op deze week, straks. De Ripster Falls. Daar moet je ook nog even in. Ja, maar dan moet je hier regenen, man. Dat ben ik al blij mee. Nou ja, dan maakt het toch niet uit. Nee, dat heb je ook alweer gelijk. Dat word je toch wel. Oh, kijk, er gaat Sky-tower. Ja, Sky-tower. Nee, de Sky-tower, dat is die uitkijktoren. Nou, Jan is er bijna. Jan zal wel ontzettend blij zijn dat hij beneden is. Ik denk, dan heb ik dit ook gehad. We hebben het een keer gedaan dat hij zo ging en ik deze kant. En dan maakten we een foto van elkaar. Ja, hey, dan moet je bellen. Gaan we ook nog wel een keer doen van de week. Gaan we van de week doen. Dan gaan we hier staan. Even je voeten. Oh ja, even mijn voeten eraf. Daar gaat hij hoor. Goeiedag heen. Abonneer even, It's All Tracks. Oh. Zeg je dat nou hardop? Zeg het toch niet, Sas? Zeg het toch niet? Nee, maar dat gaan we ook nog een keer doen. Gaan we even tussendoor. Gaan we tussendoor even abonneren. Bellen. Abonneren! Ja, abonneren, like en subscribe. Oh, lekker zo. Ja. Nou, we zijn eruit. Jan zal wel blij wezen dat hij eruit is. Nou, dat geloof ik niet. Nee? Nou, we gaan het zo even vragen aan hem. En Jan, ben je blij dat je eruit bent? Ja. Ja, Jan is blij dat hij eruit is. Ja. Hey Jan, hier heb ik mijn paraplu, hier. Voor mij. Ja, ja. Vang hem even op.
Kan je me even aanpakken voor me, zegt hij nog. Geen voordeel, die meneer van de KNRM. Ja. Die kan me redden. Oh, die kan je redden als je verdrinkt. Hij heeft geen helpen jou. Oh, dat komt goed. In het bootje. Ja. Storm op zee. Heb je storm op zee? Ja, heb je storm op zee? Wat een gezin stuk, hè? Gaat hij nog weer verwachten? Onverwacht gaat hij in dit ding. Echt. Draai maar! Oh, ik moet zo lachen om Jan, hè? Hij is een komiek. Gaat hij in dat ding gekke. Nou, dat was er weer. Doei, Jan! Hij gaat nog een keer. Oh, gaat hij nog een keer? Hij gaat nog een keer achteruit ook voor je. Oh, helaas. Helaas, Jan. Nou, daar gaat ze, hoor. Sister, ik denk nou, ik ga die hele rit even filmen dat ze ook hier bij de eerste drop naar beneden gaat. Maar ja. Er is al uit. Nou, dan wordt ze ook nummer 8 heb ze. En even zonder paraplu, dus ik word zeiknat. Nou, kom op, snel naar beneden dat ding, want ik word nat. Gaat zo, hoor. Ik ga gauw weer terug naar mijn plekje, want ik word zeiknat. Oh. Hopla. Ja, wel lekker zo, even zo. Oog dicht zo. Even je ogen dicht zo en eventjes val in slaap. Ik lag net te slapen, maar ik wil me niet wakker maken. Wil je mij niet wakker maken? Ik lag net te slapen. Ik zou wel afgelopen. Dat was hem.
pizza en pasta. Pizza en pasta. Zoals ik ook de QR-code weer nodig voor hebben. En dan hier de Toy Bazaar. Ja, is wel leuk. Nou, wat is er gebeurd? Ik heb ruzie gehad bij de Pac-Man. Er was een machine, zo'n, hoe noem je dat? Zo'n luchtding is dat. En toen hadden we een euro ingegooid, want we wouden spelen. Maar de machine was kapot. Geen briefje eraan, helemaal niks. Dus ik vraagde mijn euro terug en dat kreeg ik niet. En nou ga ik naar de klantenservice. Ga ik een klacht indienen, gewoon simpel is dat. Ik wil gewoon mijn euro terug hebben. Kom. Dus ja, ik ga nou naar de klantenservice toe en ga ik daar even een klacht indienen. Nou, daar gaan we jongens in het reuzenrad. Kijk eens. Nou, dat is nog een aardig penseel hoor. Als je kijkt hoeveel bossen er nog zijn. Hè? Die meneer zegt ze gaan helemaal veranderen. Ja, het gaat helemaal op de schop hè. Ja, ze hebben nog aardig. Alleen het jaartal niet hè. Nee, dat niet. Oh ja, hoe is het afgelopen? Nou, ik ben gewoon. Ik ben gewoon. Kijk, in die achtbaan dan. Ik heb een game gehad. Daar gaan we naartoe. Oh, dit is ons huisje daar. Ergens. Oh nee, nee, daar helemaal achter daar. Heel vet. Zo, hij schommelt wel, zeg hij. Heb je mond dicht? Een beetje wisselijk. Ik ook niet dus. Nou hè. Het schommelt gewoon. Ja. Zo is er wel een grote scheur daar in dat ding, in dat ijzer. Maar, ophouden nu. Er zit een grote scheur erin, joh. Kijk, heb je dat gezien? Een hele grote scheur daarin. Als die scheur groter wordt. Dat is aan je hoogst, hè? Nee, hun. Ik denk hiernaast. Die is iets hoger, denk ik. Nee, nou, ja, weet ik niet. Maar ik hoop dat ze een beetje stil zit, alsjeblieft. Ja, daar kan ik niks aan doen, dat hij schommelt. Nee, leg aan mij dat hij schommelt. Kijk. Zo, je hebt hier wel een mooi beeld van de Gold Rush, zeg. Hey. Mooi hoor, de Gold Rush. Theater. Mevrouw met een paar bloemen kleertjes. Die heb ik ook. En die staat te zwaaien. Ja. Als je met een paar bloemen uit huis in helpen. Maar ik heb de zwarte genomen. Ik heb er nog een. Ik begin altijd. Mooi hoor. Daar heb je de. Als eerste wat ik de Gold Rush. Mooi hoor. Maar aardig nog wat ruimte. Je kunt nog aardig wat achtbaantjes bouwen hier. Je kunt zo aardig wat achtbaantjes bouwen hoor. Van achtbaantjes. Oh, daar is de ingang. Ah, Aqua Mexicana. Mooi hoor, Aqua Mexicana. Aqua Mexicana. Nog hoger dan de kabelbaan, hè? Ja, dan mogen we er weer uit. Ja, dat is ja, we mogen er alweer uit. Als ik ook eruit kan. Ja, hier nog een. Het stuk van waar vroeger de huizen stonden. Nou, we gaan nog even een keer de World West Adventure. Die is trouwens dicht. Oh, en een mooie laarzen hier. Ja, nou zeg, hij is wel vol, hè? Dat is niet. Is het lekker ijsje? Steek je tong eens uit, is hij al blauw? Ja, hij is blauw. Goeiedag allemaal, we zijn er weer op SBS 6 Live, zie ik. Goeiedag. Naar YouTube. Oh, YouTube. Oh, gelukkig. Dag.
Ja, dan zoek je toch die repentance, maar ik weet het niet hoor. Waar zijn de boeven? Waar zijn de boeven? Daar zijn de boeven! Daar zijn de boeven! Omkeren! Nou, die is dus dicht vanwege de regen. Oh, daar hebben de twee boeven ook. En de kotrus, en wij gaan nog even naar de World West Avenger. Gaan we er even. Oh, hoi. Abonneer even. Nou, de kotrus. Oh, daar gaat trouwens een nieuw treintje. Dat is wel mooi gemaakt. Ah, dat is mooi. Daar zijn we natuurlijk gisteren in geweest. Waar gaan we heen? Oh, YouTube. Ja, hallo YouTube. Hallo. Audi. Gezellig. Groetje aan mijn moeder. Echt leuke vrouw is dat. Audi. Ja, ben je ook op YouTube? Ik ben Valerie Hart, Audi. Ja, dat is niet mijn moeder, dat je dat niet denkt. Nou, dat niet. Niet je moeder. Nee, ik had het net over mijn moeder. Ik dacht dat jij verliefd op mij was. Nee, ik ben ook hartstikke verliefd op jou, maar niet op mijn moeder. Nee, nou. Nee. Nou ja. Het was weer voor heel getuigd. Hebben ze weer ruzie? Hebben ze weer ruzie? Heel hoi. Nou, John. Dag. Nou, doe nog even een keertje de World West Avenger in. Echt, ik vind het echt op zich vind ik echt een hele leuke dark ride. Nou, daar gaan we. Ik kan mijn paraplu gaan. Zo. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Zo, hè, gisteren hebben we hier staan te wachten. Kun je nou zo doorlopen? Hey, daar is ze weer. Nou, daar gaan we, het pootje. Ga zitten. Ook al een heel gesprek met, hè. Dus dat was wel leuk. Nou, oh, nee, dat niet wel. Vanmorgen deed hij het niet. Vanmorgen deed het vuur er niet. Was het vuur kapot. Ah, jammer nou.
gaat weer met de blok lopen gooien hoor. Nou, we gaan hier door naar huis heen. Dat is wel leuk gedaan. We gaan helemaal onder de baan door. En dan hebben we hier weer de uitgang. Even, we kunnen er even een keer filmen. De Eagle.
Gold Rush. Deagle. Koprus. Nou, hier komen we weer bij die automaat al. Je hebt hier een rookpunt, dan kan je roken. Dan mag je het hele park bijna niet roken. Oh, daar gaat hij net. Oh, daar gaat hij net. Koprus. Is een mooi uitreusrad. Ja, fantastisch. Ja, en dit is ook Slagaar helaas. Helemaal houtrot, helemaal. Oh, kijk eens wat slecht, jongens. Oh, ben je erg diep gezakt, zeg. Het ziet er echt verschrikkelijk slecht uit. Jeetje, Slagaar. Zie je, dit hebben ze slecht onderhoud. Maar goed. Hier, dit pad was ik nog nooit gelopen. Ik vond het wel eens leuk om hier te lopen. Ik weet dat, want hierachter legt die monorail. Ik vond het wel eens leuk om hier te lopen. Ik was hier nog nooit gelopen. Kijk, hier ook al dat hout, allemaal kapot. En hier ook al dat hout helemaal kapot. Het is gewoon echt helemaal aangeslagen. Helemaal kapot, helemaal. Kijk, die muur. Oh, ziet dat slecht uit, zeg. Echt... Ja, dat is ook Slagharen. Oh, is dat nou, hè? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik wou zeggen, dit kan toch niet die droptouwen wezen? Dat kan helemaal niet. Want dit moet dan de observatietoren zijn. Ja, dat is hem ook. Die paal trouwens, van de observatietoren, die is van, kijk eens, oh. Kijk eens, jongens. Oh, wat slecht. Oh, wat slecht, zeg. Moet je kijken, helemaal compleet gewoon de kleur eraf. Die paal dus, die is van de oude Apollo. Ja, Apollo. Die Apollo dingen. Nee, niet de Apollo. Hoe heet dat ding nou ook weer? Maar wat je vroeger had. Die karretjes, die bakjes waar je in zat, die rondrijden. Zeppelin. Van de oude Zeppelin is die. Dus dat is wel leuk. Maar goed, we zijn weer bij het huisje. En ja, ik ben best wel moe. Ik ga lekker even uitrusten. Zo, en dit was de vlog. Een regenachtige dag in Slagharen. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En dan spreek ik jullie morgen weer bij een nieuwe Slagharen vlog. Groetjes van deze kant, groetjes uit. Slagharen, doei! Slagharen, daar kun je veel beleven. Slagharen, daar is het altijd feest. Lekker vliegen, zwemmen, glijden, springen, zweven. Slagharen, daar geniet je nog het meest. Kom naar